Op donderdag 10 april vond op het Varendon College in Asten de taak der Duitse Sprache plaats. Alle leerlingen van het derde leerjaar volgden tijdens deze dag een workshop. In totaal konden zij kiezen uit negen workshops, waaronder dans, muziek, aardrijkskunde, natuurkunde en filosofie. Yvonne Brugge, lerares Duits en organisator van. Taak der Duitse Sprache. Uh, waarom heeft u dit georganiseerd? Waarom heb ik dit georganiseerd? Um, de taak der Duitse. Ja, verkeerde spraak, sorry. Uh, de Dag van de Duitse Taal die wordt al uh, een uh, aantal jaren gegeven in uh, geheel Nederland. Want als u uh, kijkt op de site uh, van uh, Magmit, van het Duitsland Instituut, dan zult u ook zien dat er een hele hoop uh, scholen zijn die meewerken en iets doen. En uh, ja, omdat ik zelf uit Duitsland kom, vind ik het altijd heel uh, ja, belangrijk om de leerlingen ook iets anders te kunnen laten zien. En niet alleen maar grammatica en niet alleen maar ja, woordjes leren, maar dat ze ook echt iets doen met de taal. En wat, wat doen jullie dan inderdaad vandaag? Ik uh, stond er, ja, enigszins verbaasd van hoe uh, snel ik docenten enthousiast van kon krijgen. Want ik had gevraagd van jongens, ik wil een dag van de Duitse taal, wil ik iets organiseren. En eigenlijk uh, vrijwel meteen stonden collega's voor me klaar van, oh dan doe ik dit, oh dan doe ik dat. Um, hier achter ons is uh, een collega aardrijkskunde bezig met een project rond de Alpen. En uh, er, zijn, uh, is een, er is een dansworkshop die dan uh, op Duitse muziek uh, uh, draait. En uh, er wordt ook een choreografie uh, wordt, uh, geoefend op Duitse muziek. Een uh, docent natuurkunde gaat allemaal uh, dingen vertellen over Duitse wetenschappers. En uh, proefjes doen. En daarna gaat hij nog iets vertellen over filosofie. Wij hebben, wat hebben we nog allemaal? Ja, het bijzondere, het uh, ja, Tipfusje of de I. Dat is een uh, gastspreker uit Duitsland. Die heb ik uitgenodigd. En die komt iets vertellen. Hij is zelf uh, slachtoffer geworden van, uh, ja, van het DDR-systeem. Hij heeft uh, een keer te vaak zijn mond open gedaan, en zijn mening geuit, en uh, belandde daarvoor in een gevangenis. Hij heeft zelf ondervonden wat het betekent om uh, ja, gevangen te zitten. Ik heb hem zo straks gesproken, hij vertelt dat hij daar ja, soms nog steeds last van heeft. Bepaalde geuren, licht, ja, en, en geluid, en, uh, de zweet breekt hem uit. Dus ik denk dat dat het meest nog indruk maakt op de leerlingen. Nou, Ten slotte wil ik uh, iedereen bedanken die daaraan heeft meegewerkt. Uh, vooral het OOP, want uh, die staan dan weliswaar niet op de voorgrond uh, met de workshops. Maar zonder die was het ook niet mogelijk geweest. En uh, ja, ik hoop dat wij volgend jaar het uh, kunnen herhalen, misschien nog groter.